Welkom bij deze tutorial over het gebruik van Prezi. Om Prezi te starten ga je naar prezi.com en je klikt rechtsboven op Get Started. Dan staat er rechts Continue Free, dat is de gratis versie, daar klik je op. Nou, dan moet je even wat veldjes invullen. Je voornaam, je achternaam, je e-mailadres. En een wachtwoord bedenken. Dan moet je hier aangeven dat je student bent en dat je op de high school zit. Dan klik je hier en dan wordt jouw account aangemaakt als je alles goed ingevuld hebt. Krijg je dit scherm, klik je op Get Started. Je krijgt eerst een soort rondleiding, een beetje uitleg. Je klikt hier op het pijltje naar rechts. En je klikt net zo vaak op het pijltje naar rechts. Tot die klaar is met de rondleiding. Je kunt dit even lezen. Je krijgt wat uitleg over Prezi. En uiteindelijk kun je klikken op Start Creating en kun je je Prezi gaan maken. Ook hier krijg je eerst weer een soort rondleiding. Volgens mij kun je die niet skippen. Dus moet je even hier klikken. En dan gaat hij wat dingen aanwijzen. Dan zegt hij klik de tekst. Oké, dit moet je echt even doen. Maakt niet uit wat je hier schrijft. Dan gaat hij naar de volgende. Dan wijst hij hier. Dan moet je even daar klikken. Deze tekst moet je veranderen. Telkens krijg je zo'n veetje te zien. Dan zegt Prezi van oké, je hebt het goed gedaan. En nou ga ik verder. Hier moet je een plaatje invoegen. Die is wel heel saai. Die ziet ze spannend. Oké. Op home klikken. Zie je heel de Prezi. Hij geeft je een soort rondleiding en je moet die stapjes even volgen voordat je echt zelf aan de slag kan. Dit rondje moet je hier inslepen. Ik vul hier gewoon tekst 3 en later kun je dat heel makkelijk nog veranderen. Dan klik ik naast het tekstveld en dan gaat hij verder, zegt hij van je hebt het goed gedaan. En tenslotte moet je hier op Present klikken. Dit sta ik toe. Nou, dan zie je hoe de Prezi er tot nu toe uitziet. En hieronder met de pijltjes toetsen kun je van het ene punt naar het andere gaan. En dan zegt hij van oké, je hebt het goed gedaan. Continue editing. Dat kan. Ik zou hier klikken Create a new Prezi. En waarom, dat zal ik direct laten zien. Je kunt hier namelijk kiezen uit templates. Dat zijn er maar 9. Als je op More klikt, dat is Engels voor meer, dan kun je kiezen uit nog veel meer Prezi's. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. Deze ziet er een beetje uit als een Facebookpagina of iets wat erop lijkt. Het ziet eruit als een krant. Nou, je moet maar eventjes wat uitproberen. Het zijn echt heel divers, die mogelijkheden. Even kijken, ik pak een beetje een simpele. Laat ik deze pakken. Organic. Als je daarop klikt of dubbelklikt, gebeurt er niks. Je zult echt... dubbelklik werkt wel, sorry. Eventjes terug, want je kunt namelijk behalve dubbelklikken kun je ook nog ergens anders klikken. Wil ik nog even laten zien. Dus more, organic. Je kunt dus inderdaad wel dubbelklikken, kop ik net achter. Je kunt ook klikken op, één keer klikken en dan op use template. Dat is hetzelfde. Oké, nou dit is mijn lege Prezi.
Hij heeft al 6 momenten, 6 dia's zou je zeggen in PowerPoint. Hier heb je eigenlijk maar één dia. En je hebt 6 punten waar je op kunt inzoomen, waar die even bij stil blijft staan. Eens kijken, als je op present klikt, nu al, ook al heb je nog niks, dan wordt dat duidelijk. Dit is 1, moment 1. Dit is moment 2, 3, 4, 5. En bij 6 gaat hij weer terug. Oké. Okay. Als ik dan terug wil, dan klik ik eventjes ergens op de Prezi en op het potloodje hier. Zo begin je met Prezi. Nou, dan geef je een titel. Ik houd het een beetje algemeen. School 23. En je kunt op de tekst hier klikken om die te veranderen. Hier links staan jouw dia's, zoals je dat bij PowerPoint ook hebt. Momenten noem ik ze liever bij Prezi. Als je daarop klikt, dan gaat die naar dat moment. En kun je de tekst veranderen. Nou, je had al gezien dat je ook plaatjes kan invoegen. Daarvoor klik je op Insert, Image. En dan kun je hier zoeken naar een plaatje. Eens kijken of onze school daar ook terug te vinden is. Lijkt me sterk. Oh, dit is van de school, plaatje van onze school. Ik gebruik deze foto niet, want weet niet of die mensen dat wel willen. Dat ze hier gebruikt worden. Kijk, deze zou ik kunnen gebruiken. Ik sleep die van dit veldje hierin. En dan wacht ik eventjes tot die ingevoegd is. Dan vind ik deze wel mooi, maar ik wil die eigenlijk niet daar. Ik wil die hier. Dus kun je hem gewoon verplaatsen. Met die vakjes eromheen kun je groter en kleiner maken. En als je daarop gaat staan en met het bolletje kun je dan eventueel draaien. Je kunt ook YouTube-video's invoeren. Moet je zelf maar eventjes uitproberen. En er zijn nog heel veel andere mogelijkheden. Maar dit is even de basis. Je hoeft niet op te slaan, dat doet hij automatisch. Saved at 9:51. Het is nou 9:51, dus hij slaat automatisch op. Als je handmatig op wil slaan, dan klik je even daar. Maar dat is eigenlijk nooit nodig. Oké. Okay. Zo kun je je Prezi maken. Uiteindelijk klik je op Present. En dan krijg je te zien wat je hebt gemaakt. Tot zover eventjes deze tutorial. Heel veel succes!